Hoi en welkom bij aflevering 24 van Zuiderland in Beweging. En het is zover hoor, de verhuizing. Wat een operatie is dat. Tientallen verhuizers zijn een week lang bezig om ervoor te zorgen dat de mensen op dezelfde dag de deur van hun oude woning dichttrekken en nog dezelfde avond hun intrek nemen in een gloednieuwe appartement hier in het Hof van Servian. We volgen Harry Soons en zijn mannen van Soons Verhuizingen en we volgen ook mevrouw Keulemans. Die verhuist van de Bijnje naar het Hof van Servië. Geen tijd te verliezen. Ga je mee? Voor mevrouw Keulemans is de grote dag aangebroken. Ze pakt de laatste spulletjes in en de dozen gaan dicht. Deze ochtend trekt ze voor het laatste deur dicht van haar oude appartement in de Bijnje. Om vanavond haar gloednieuwe woning in het Hof van Servium te betreden. De laatste keer met de lift naar beneden en dan is het eerst tijd voor een lekker ontbijtje. Dochter Monique is er al om haar op te halen. Terwijl de dames een gezellig dagje hebben gepland, gaan de verhuizers flink aan de slag. ...140 cliënten doen we dan op 4... werkdagen met gemiddeld 22 verhuizers en 8, 9 auto's. Wat ik niet dacht is gelukt. Nog eerder zelfs. Moet ik een compliment geven aan de zorgmedewerkers van Zuiderland. Die is een perfecte medewerking. En daar zie je toch dat je in een zorggroep bezig bent wat eigenlijk al het laatste jaar heel veel heeft moeten werken en dan moeten, voorbereiden en, ja, en dingen, onverwachte dingen oplossen. En dat zie je hier bij de zorgmedewerkers heel goed. Grondige voorbesprekingen en goed inpakken. En met name voor ons is het belangrijk stickeren. En als het een goede sticker, de naam en de kamernummer erop staat, komt dat altijd goed. Want wij vullen dus verdieping voor verdieping in blokjes. Ze hebben een wereldoorlog meegemaakt, de meeste. Daarna het land opgebouwd. En nu zitten ze nog, waar wij heel veel rekening mee moeten houden, nu met die coronatijd. En dit is de kwetsbare doelgroep. Dus is echt wel eventjes wat anders. Wat voor gevoel hoop je dat een bewoner dadelijk heeft als hij voor het eerst zijn nieuwe appartement binnenkomt? Dat hij zegt, oh geweldig. Zoals eerder had gelezen al in de krant, oh geweldig, eindelijk hier. Want het is een verbetering, geloof ik, hè? Ja, absoluut, absoluut. Veel ruimer. Kamers zijn, ja, ik wil niet veel zeggen, 2 keer zo groot. Dus het wordt investeren voor de meeste bewoners. Anders is het wel leeg. Ja, het is erg leeg dan. Dag, mevrouw Frissen. Ja. Daar zit je. Ja. De rode loper ligt goed voor u, ja? Ja. Dat heb ik u beloofd. Ja. Dan kom maar eens, zeg. Goeiedag. Mevrouw Keulemans, ging eens. De rode lopervrug. Dat heb ik beloofd, hè? Dan kom de maand zo ver lopen. Voorzichtig. Ja. Ja, een lekker tasje koffie. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft, maar nog een lekker gebakje. Higgins, alsjeblieft. Dankjewel. Nou,
Nou, we gaan beginnen met het officiële stukje. Ik doe het mondkapje even af. Ik sta een beetje nog van de avond, dus dat kent. Nou, welkom in het Hof van Serviam. Kijk maar eens om het gebied, het mooie restaurant. Waar we lang naartoe gewerkt hebben met z'n allen. Eindelijk zit je daar. Het was een hele lange dag voor het allemaal. Daar heb ik de benje vanochtend met z'n allen gespoeid om ik aangedaan gekregen. Naar onder, spek met ei gegeten. En nu gaan we in het Hof van Serviam de eerste keer naar het appartement. Nou, Schnabel en Babbel willen u ook welkom heisje. Dus we hebben een filmpje voor u gemaakt. Dus dat wil voor u laten zien. Dus dat gaan we nu aanzetten. Hallo beste medebewoners van de Hof van Serviam. Van harte welkom. Welkom en bienvenue. Welkom. Ja, maar voor u richtig welkom gewoon heisje. Leggen vroeg af hoe dat het nu tweetalig is. Ja, want sommigen die hebben dus niet gans verstaan. Ja, in het filmpje. Dus het Zuiderland gevraagd om het zowel in het Heulands als in het Zitters te doen. Dus zo. Kwabbel vertaalt het. Ik ben vertaald. Dus, ja. Dus ik zal nog eens even zeggen. Welkom hier in de Hof van Serviam. Welkom hier in het Hof van Serviam. Verzin ik al vooruit gelopen, zoals je dat hebt gezien in ons filmpje. En verzin al richtig gesetteld. Dat is Engels. Verzin al richtig geplatst. Dat is Dutch. Verzin al helemaal gewend hier. Ja, we zijn helemaal gewend. En het is hier fantastisch. Ja, oh, het uitzicht. En de ruimte was hier. Oh. En de gang. En de kleuren van de gang. Och, dat is van het geel en het groen en het blauw van boven. Hartstikke schoon. Nederland. In het Nederlands. Ja. We hebben het groen, het geel en het blauw van de lucht. Ja. Hartstikke mooi gemaakt. Ja, bij de kapel en de grote kerk. Oh ja. We beginnen gewoon in het Hollands. Ja. Maar in ieder geval, van harte welkom. En we hopen dat jullie net zo'n fijne tijd gaat krijgen als dat veer al hebben. Ja, we hopen dat jullie net zo'n fijne tijd hebben als wij al gehad hebben. Hartstikke ja. Fijn. En blijf vooral gezond. En ik zou zeggen, kom eens langs bij ons op nummer 111 bovenaan voor een lekker tasje koffie. Of het hebben we nog voor de lu? Ja, we hebben misschien een klein borreltje. Voor het alles in te wijden. Een uurtje. Op kamer 111 zitten wij samen te wachten op jullie. Of we gewoon een keer samen kaarten. Of Puzzelen. Iemand houdt van puzzelen of breien. Is ook leuk. Maar goed, anders wordt het te lang. Je moet nog een hele hoop doen vandaag. Ja. Nogmaals, hartelijk welkom hier in de Hof van Serviam. Dag! Tot zo! Terug? Ja, van het appartement. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. Ook in en voor u. Oh, dat is heel fijn. De alarmering? Ja. Ik vind dat wel fijn gevuld. Ja, dat voelt ze dat ze een sleutel in hangen hebben. Ja, dat is fantastisch. Om het officieel te maken. De vingers maar een beetje op, zie je. Dat zal ik doen. Knip me er niet in, ja. Ik moet die in de midden knippen. Ja. Nou, ja. Goed zo. Alsjeblieft. Geopend. Wat ik toch ken, hè. Het kerk, zussen nu. Ja. En als ik nu naar de stad wil lopen. Ja. Moet ik dan door over de paard lopen. Ja. Maar dat doen we voor oefenen deze week, een paar keer. Ja. Ja, ja. Morgen kom ik sowieso en dan gaan we even gaan opruimen en dan beginnen we dan met oefenen. Ja. Dan is hij weer goed weer. Ja, precies. Och, dat is ook nu. Hup. Dat is ook nu, ja, Monique. Ja, dan doe maar eens op drie. Doe maar eens op drie, ja. Oh, wat leuk, Monique. Oh. Is dat leuk? Ja. We moeten nog gaan opruimen natuurlijk. Het programma is een plekje nog kriegen, maar vindt ze het leuk? Ik vind het enig. Nou, super dat toch? Oh. Prachtig, je kunt ze kijken. Dit is 10 schoon gedaan, dat kan ik begint voor. Ja, dat is niet bad. Oh, is dat mijn eigen bed? Dat is mijn eigen bed. Oh, dat wordt wel een stuk leger. Ja. Kun je zichten? Dat kan al, denk ik. Zo te zien is het aangesloten. En dit is gewoon een legkastje, hè? Ja.
Oh, prima. Ik heb zicht dat gezag moesten, dat weer moesten zitten, dat merk ik. Dat is goed. Hier kan ik nog altijd een lampje neven zitten of wel. Zelf maken of dat... Dat komt wel, dat groeit wel. Doe maar zo, hè. Wie heb ik het ervaren? Niet heel erg bewust, maar op een rare manier nieuwsgierig waar ik. Ik ben nieuwsgierig naar die dingen. Ik vind het gauw het gek. Wel een baard, want dat vind ik interessant. Maar niet dat ze zelfs gek dat ze het afwies of zo. Daar gebruik ik dat niet voor. Nee. Zit je blij met? Ja. Ik voel me goed. Ik voel me... Ja, ik vind mijn snoe wel eigen. Dan zie ik door de jaardozen staan. En dan voel ik me wel eigen. En als ik ergens nu kom, dus wie nu hier, en ik begin me onzeker te voelen, zal ik het nooit kopen of huren. Want dat weet ik van mezelf, dan zit ik hier in de morgen en dan ben ik weg. Of ze het goed vinden of niet, dan... Zeg ik nog niks en dan ben ik verdwenen. Gooi ik weg. Maar ik vind het fijn niet. Ik voel me hier goed. Laat ik het zo zeggen. Ik moet nog veel zien. En nog veel ondervinden. Maar het is dat. Of ik hier vroeger al eens geweest ben. Maar dat is niet zo. Ik voel me op mijn gemak. Laat ik het zo uitdrukken. Daarvoor voel ik me ook thuis. Als me gaat scheuren, dan denk ik, dan blijf ik er altijd naar kijken. En dan ben ze het zelf gingen maken. Maar hier hoef ik me niet gek te maken. Ik voel me hier goed. Geweldig, echt waar ben ik. Die twee kerktorens. U mag naar huis. Ja, ik ben gelukkig, ik ben happy. Ja, dat vind ik fijn. Prachtig. Geweldig, hè? Geweldig. Ik vind het geweldig. Dat mag niet, maar ik zal niet nog kunnen. Dankjewel. Ja, mogen. Fijn. Fijn dat ze het zo fijn vindt. Ja, ik vind het fijn. Prachtig dat ze daarvoor gezorgd hebt. Wauw, wat een prachtig moment was dat. Bedankt voor het kijken allemaal en ja, zet alvast in je agenda de laatste aflevering van Zuiderland in Beweging. Woensdag 7 april, 8 uur, BIOS. Tot dan!